En je had altijd 22 en je had 23. 23 die ging over Zwichelte en die dam dan zeg maar Meerwesterbork die streek mee. En je hebt ook 22 die rijdt dan via Bijlen. 22 en 23 gingen voorheen van Assen naar Emmen. Maar nu moeten reizigers eerst in Bijlen komen met bus of trein en dan verder richting Emmen. En dan moet je vaak nog een keer overstappen in Zwelo. Het is heel lastig, want we zijn of te laat op school of we zijn veel te vroeg op school. 'S Ochtends is het een drukte van belang bij de overstaphalte in Zwelo. Goedemorgen, allemaal overstappers naar? Naar Emmen. Naar? Emmen. Is het niet een beetje lastig dit? Ja, wel lastig. Ja. De oplossing lijkt mij heel makkelijk. Ja, dat er meer bussen komen. Rechtstreekse bus? Ja, dat zou wel heel handig zijn, ja, inderdaad. Overstappen op de trein betekent ook één keer extra opstaptarief betalen met de overchipkaart. Ja, dat is slecht geregeld voor mij. Ja. Voor mensen die dat niet willen is er ook nog een bus Bijlen-Assen, maar die rijdt maar één keer per uur. Het OV-bureau ziet ook voordelen voor de treinreizigers. Ja, hierdoor kunnen we nu gewoon mooi aansluiten op de treinen die gewoon precies elk half uur rijden tussen Zwolle en Groningen. Waardoor dat mogelijk is gemaakt. En dat helpt jullie weer een stukje in de bezuiniging? Dat klopt, ja. Ik zit liever in de bus. Hoef je niet over te stappen en je kunt gewoon lekker blijven zitten.